Al sinds 2007 vecht de stichting Behoud de Parel tegen de komst van een megastal in Grubbevorst. Ze vreest de fijnstof- en dierziektes zoals varkenspest en vogelgriep. De stal met 35.000 varkens en 1,1 miljoen kippen is er nog niet, maar is ook nog niet van de baan. Deze studie onderstreept volgens de stichting de noodzaak van het protest. Nou, koren op een molen in die zin dat het nu in ieder geval op een wetenschappelijke manier aangetoond is dat er inderdaad gezondheidseffecten zijn van dit soort stallen. Dat hebben wij steeds ook in de discussie ingebracht. En ik denk dat nu de bestuurders daar consequenties uit moeten trekken. En daar zullen wij zeker ook naar gaan vragen. Deze nieuwe studie wijst uit dat omwonenden van megastallen, maar ook van minder grote boerderijen, meer last van hun gezondheid hebben. Ze zijn vaker verkouden, hebben meer buikpijn, maar ook hebben ze meer stress en dat zorgt weer voor slapeloosheid en depressies. De gemeente heeft ook gezegd van als er duidelijk is dat er effecten zijn op het gebied van de gezondheid voor de bevolking, dan moeten we daar consequenties uit trekken. Ze is zelfs opgenomen in de overeenkomst die ze hebben met het NGB. De initiatiefnemers van de megastal in Grubbevorst zijn vandaag in Den Haag. Bij de Raad van State verdedigen zij opnieuw hun plannen voor de megastal. Zij kunnen inhoudelijk nog niet reageren op de nieuwe onderzoeksresultaten. Voorzitter Mark Thijssen van Limburgse Varkenshouders wil wel een korte reactie geven. Hij is niet zo onder de indruk. Gegeven is als je in een buitengebied woont, dan loop je het risico dat je eens een keer varkens of koeien of kippen ruikt. Hetzelfde heb je natuurlijk als je in een stad woont, dan ruik je uitlaatgassen en dan heb je natuurlijk veel meer geluid van verkeer. Het gaat erom hoe ga je met elkaar om. Ik vind dat wij als dierhouderij, als veehouderij een echte uitdaging hebben ook om te zorgen dat overlast daar waar er sprake van is, om dat gewoon te verminderen. Het gaat natuurlijk niet alleen om de stank. Er is fijnstofuitstoot en er zijn luchtwassers die ze gebruiken. Maar het is al lang aangetoond dat die niet alles eruit kunnen houden. Of binnen kunnen houden, dat is beter gezegd.